Er zijn veel werkzoekenden die, om wat voor reden dan ook, moeilijk aan een baan kunnen komen. Om deze mensen te helpen, richtte Joep Langen een sociale onderneming op, de Koekenbakkers. En op welke manier kunnen koeken nou helpen om mensen weer een baan te laten krijgen? Nou, wij hebben eigenlijk deze bakkerij gestart, omdat we heel graag kansen willen creëren voor mensen die op de een of andere manier kansen nodig hebben. Ja. Dus met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt of die niet vanzelfsprekend aan het werken. Ja. En in die zin creëren we banen en we helpen mensen in hun ontwikkeling. Ja. Hey, en hoezo dan met koekjes? Koekjes. Het is een schaalbaar product. Het is een charmant product, dus mensen vinden het leuk en lekker. En eigenlijk gaat het niet om de koekjes. Koekjes is eigenlijk een excuus. Het gaat om onze mensen. We leiden ook geen bakkers op, maar we willen gewoon dat mensen het beste uit zichzelf halen. Dat is dan, neem ik aan, een traject waar ze hierin stappen? Ja, we noemen dat het Volg Je Hart programma. En het Volg Je Hart programma gaat er eigenlijk over dat mensen in 9 tot 12 maanden tijd op zoek mogen naar wie ze werkelijk zijn, wat hun grootste angsten en verlangens zijn en waar ze stiekem van dromen. En daarnaast hebben we een heel intensief begeleidingsprogramma. Dus coachings, workshops, trainingen, een sportprogramma, reflectiemeetings, dagstarts. Zo, ja. Je moet wat meemaken. Ja, dus, en veel mensen vinden het ook wel spannend. Ja. Het is wel anders. En kunnen jullie dat nou helemaal alleen doen of krijg je ook hulp van andere organisaties daarbij? Nou, zeker in het begin hebben we veel hulp gekregen, in het bijzonder van Stichting Doen. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat we een pilot konden draaien en ook dat we hebben kunnen opschalen. Ja. Anders is dat eigenlijk, het is echt sociaal pionier. Ja. En dat is eigenlijk niet mogelijk. Hey Pablo, jij hebt het opleidingstraject al helemaal gedaan hier, hè? Ja. En hoe was dat voor jou om hier weer opgeleid te worden? Je voelt je heel erg thuis. Het is gewoon heel prettig. Wat vond je er prettig aan om hier te zijn? Dat je ook een beetje coaching krijgt van buiten, hoe het buiten is en zo. Dus dat is gewoon heel fijn. Ik krijg meer inzicht in het leven. En, kijk. Vandaar. Ja. Wat betekent het dan eigenlijk dat jij hier dit hebt kunnen doen? Nou, dat betekent dat iemand in je gelooft en dat je, dat je weet van ja, je mag er weer zijn. Ja. Ja. Hoe moeilijk was het voor jou om uiteindelijk ook die drempel over te gaan? Super moeilijk. Dus je gaat je heel kwetsbaar opstellen. En dat is echt het moeilijkste van allemaal. Dus je hebt een andere baan gekregen? Ik werk nu bij Eurest in de universiteit en dan doe ik kassa werk en een beetje broodjes maken. Super. Ja, ik ben er nu weer. Dus vrolijker dan daarvoor. Dus. Ja. Gefeliciteerd man. Dank u wel. Cool.